als het een beetje een rottig druifje is, dan zitten de bijen er ook op. We vinden dat ook heel lekker. Nou, het ziet er prachtig uit. Het is goudkleurig. Zie je? Dus, zo hoort het precies te zijn. Ja. De eerste oogst van 2018. Na een prachtige zomer kan wijnboer Jan Schaken zijn geluk niet op. Nou, deze zomer, dat heb je zelf ervaren. Dit is de mooiste zomer van je leven geweest. En of er nog veel meer komen, laten we het hopen met z'n allen. Maar goed, we hebben deze in elk geval gehad. Het effect is dat die planten heel gezond konden opgroeien. En je moet je voorstellen dat de werkelijke rijping van druiven vindt plaats vanaf augustus. Dan ontstaat de werkelijke kwaliteit. En deze hebben een topkwaliteit, dat kan ik je garanderen. Vrijwilligers helpen ieder jaar bij het plukken en sorteren. En dat vinden ze geen straf. Eigenlijk een dagje lekker buiten zijn en bijdragen en meehelpen aan de Nederlandse wijnmakers. Je bent gewoon met een gezellige club samen bezig en dat is altijd gezellig. Het blijft leuk. Nog vaak genoeg worden Nederlandse wijnboeren, vooral door de Nederlanders, niet serieus genomen. Nederlands wijn is eigenlijk echt heel erg mooi en heel goed. Hier, nou ja, net buiten Amsterdam had ik nooit verwacht dat er zulke mooie wijn gemaakt kon worden. In Nederland zijn inmiddels meer dan 100 professionele wijngaarden. Er worden meer dan 1 miljoen flessen wijn worden geproduceerd. We krijgen allemaal medailles. Het kan geen kwaad hoor om een beetje trots te hebben over dingen die gewoon in je eigen omgeving worden geproduceerd. De wijnen van Jan wonnen eerder al bronzen plakken. Hij heeft goede hoop voor de wijn van dit jaar. Ik ben een optimistisch mens, dus ik denk dat we wel een mooiere medaille halen dit jaar. Ja.